we hebben dus haar adviesgesprek gehouden. Gaat maar met die schaar, ze gaat maar, ze gaat hoor. Ik neem het mee, ja, doe maar in een zakje. Oké, mensjes. Ik heb net Rio's haar uitgekamd. Zoals je kan zien heeft hij daar heel erg om gehuild. Toch, Rie? Vond je niet leuk, je haar uitkammen? Maar het moest, want wat gaan wij doen? Bij Shelly. En wat gaan we bij Shelly doen? Ik wil naar Shelly. Thuis? Dus we gaan nu naar Shelly's huis. En dan gaan we jou... Hartjes knippen. Maar je nagels moet ook. Moet ik ook mijn nagels doen? Shelly is een van mijn beste vriendinnen. En zij is kapster en ook, ze zet ook nagels. En eigenlijk is er inderdaad ook echt een nagel afgebroken. Dus klopt helemaal wat je zegt, Rie. Dus wat gaan we doen, jouw haren? Doen. Knippen. Maar ik leek zo op mijn vader, man. Ik leek zo op mijn vader. Ik wil niet meer haar geknipt. Oh nee, jij bedoelt een kale hoofd. Ja, nee. Nee. Nee, ik bedoel ook niet je haren afknippen, Rio. Nee. Gewoon puntjes. Want het, zoals jullie zien, het is zo lang geworden, draai eens om. Ga ik aan u laten zien hoe lang jouw haar is. Doe je hoofd omhoog? Nee, dat is naar beneden, omhoog. Als ik het uittrek, komt het bijna tot ze komt. Nou, dat is gewoon te lang. Mama, jij doet de haar. Oh, sorry. We hebben dus net zijn haar uitgekamd. Hij heeft alles weer bij elkaar gegild. Echt zo vervelend. Ja, hartstikke goed. Nou, zijn haar is dus nu zo lang. Ik wil Rio's haar wil ik met de vakantie gaan vlechten. En het moet gewoon echt korter. Het is gewoon zo lang. Jij moet echt de nagels doen. Maar dan moet jij ook echt zijn haren doen, oké? Rie! Oh my god, je zit in de stoel. Mama. Vind je het leuk? Oh, dan gaat het. Dan gaat het, jongens. Oh. Eerste haar van mijn kind eraf. Gaat hij nog goed? Hij is zo stil. Puntjes zijn geknipt. Zijn haar is nu gedroogd. Kijk erin naar mij. Wow. Alleen. Ik vind ook dit. Zie je wat ik bedoel? Of vind je het niet? Jawel. Maar we hebben natuurlijk nog geen model geknipt. Nee. Maar ik bedoel gewoon van nu. Als je het ja, nu je zo moet ziet. Sowieso moet die lengte hier wel een beetje eraf. Want anders dus lijkt het op een mijn, mattie. Ja, een mattie. Ja, Rie. Je hebt een mattie. Nee. De krullen vliegen alle kanten op. Ik word er helemaal mee naar. Oh, 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 oh. Kijk wat hier allemaal ligt. Oh. Je laat hem schrikken. Sorry, ik vind het echt allemaal. God. Hij zal wel denken, wat maar gebeurt hier? Ze gaat maar met die schaar. Ze gaat maar, ze gaat. Hup, 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 hup. Nog niks is. Alsof we die 3 jaar lang even laten groeien en op zitten sparen. Nee joh, doe maar. Hup, 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 hup. Oh, nog wat. Oh my god. Oh, dat is zo weer. Thank you.
Wauw. Oh, laat me zien. Laat me zien je haar. Ga zitten. Wauw. Vind je het mooi? Kijk in de spiegel. Ga maar daar staan. Oh, ga maar staan. Vind je het mooi je haar? Oh ja. Yeah. Haar. Ja. Kijk. Oh, je haar wat er af is. Wauw. Nou, mooi. Het is wel mooi. Maar het heeft wel echt. Een halve pruik eraf. Eén plukje bewaard. Oh my god. Halve pruik heeft ze gewoon eraf gehaald. Nou jongens, ik neem het mee. Ja, doe maar in een zakje. Oh, dat is zo'n... 3 jaar opgespaard haar. Is zo'n highband. Kijk nou. Wij zitten in de auto, want we zijn net op Celina's school geweest. En we hebben dus haar adviesgesprek gehad. En wat denken jullie dat ik heb? Zet de video op pauze. Zet even op comments. En ik rijd... AVO! Ja, dus heel spannend allemaal. We kunnen nu naar... Nou, we hebben al een beetje naar scholen gekeken. We gaan natuurlijk niet hier zeggen op welke school ze gaat. Of welke school ze graag zou willen. Maar... ja, ze heeft havenadvies, dus we gaan het vieren met een etentje. En Celine mocht kiezen waar ze wou eten. Praat jij ook of ben jij alleen een stand in? Ja. Je zit erbij als je ja, er zo beeld van. Ik word er bijna akkoord van. We gaan naar de Food Explorer in Utrecht. En daar zijn we al eens geweest met mijn moeders verjaardag. En het is daar echt heel lekker. Oh, met jouw verjaardag ook? Ja, dat is echt... Ja, het is heel dan lekker. Kan iedereen dat eten wat hij wil eten. Ja. Ja, dat is een super concept. Echt top. Eigenlijk een soort watertuin, maar dan beter. Ja. Dus daar zijn wij nu onderweg. We zijn over 13 minuten komen we eraan. Dus ik laat jullie wel een stukje zien. En dan heb ik ook nog wat pakketjes volgens mij die ik kan uitpakken in deze video. Ja, ja, ja. Want we gaan natuurlijk ook binnenkort op vakantie. Nee, we gaan jullie nog niet. Oké, nou dan zien we jullie zo. Dag. Ja. Dat is er awkward. Dag. Awkward. Nou, dat valt wel mee hoor. Oké, hoi mensjes. Wij hebben een pakketje binnen voor de vakantie. En ik heb nog veel meer dingen besteld. Dus ik zal elke keer in de vlog de nieuwe pakketjes die we hebben laten zien. Maar dit is er dus één. Volgens mij 2 jurken voor jou, 2 jurken voor mij. Pak hem maar uit, Mike. Pak hem maar uit. Hebben we trouwens al in de vlog gezegd waar we naartoe gaan? Nee. Was dat live op TikTok alleen, denk ik? Oh, deze is van mij. Oh, wat mooi. Jij vindt het zeker ook mooi. Oh, het schijnt wel heel erg door volgens mij. Weet ik niet. Gaan staan. Oh, dit vind ik wel prachtig. Ik ga het even niet aanpassen hoor, jongens. Want ik ben echt in ultieme zwerfvermodus. Maat L. Ja, dat is zo mooi. Dat zijn niet echt goed. Top. Nou, ik had hem wel een uitverkoop gekocht. Sowieso. Het is wel een mooi stofje. Stretch zit er ook in. Deze zal ik wel even aandoen als we onze koffer gaan inpakken. Nou jongens, deze jurk had Celine dus gezien al bij de Bershka. Maar ik vond 40 dus... euro voor deze jurk echt too dit much. Dit is dus geen arm. Ja, dat dachten wij. Sorry. Ja. Ja, jij gaat hem wel even aandoen. Deze was dus 40 euro, vond ik echt way te veel voor deze fairy tale-achtige jurk. Ja, Celine is er gek van, maar ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Maar, en nu was die in de uit te kopen en hij was 20. Nou, dus toen dacht ik dan aan hem. Ja, hij was voor de helft. Oké, nou, doe even aan. Oké, dit is dus niet echt mijn jurk, maar Celine vindt hem geweldig. Toch? Ja. Welk cijfer geven jullie deze jurk? Misschien moet ik iets zorgen dat hij onderop wat langer is. Of een beetje kort. Want ik kan mijn moeder wel iets fixeren. Het zou gewoon even lang moeten zijn als dit. Daar gaan we even naar kijken. Next. Ja, ik twijfel hoor. Dit is zo'n... Schijnt het nou ook zo door?
Het is weer een twijfelgeval. Ik dacht, we gaan naar de plek waar we gaan. Is het ook wel fijn om even lange mouwen en zo te hebben? Oh nee, hij is toch misschien wel mooi. Kijken. Hij schijnt wel door. Het is dus een... Is het nou blauw of zwart? Een zebra-ish. Printje. Velours. Velvet. En op de bovenkant is die zo. Het zou wel mooi kunnen zijn. Heeft hij ook een split? Of niet? Is die gewoon recht? Als jullie deze jurken van mij echt aan willen zien, laat dat dan even weten in de comments. Dan doe ik ze aan in de volgende video. Oh ja, dit is wel echt heel leuk ook voor jou. Ja, dit is heel cute. Doe maar even aan. Dit stond daar zo leuk. En dadelijk, als je een beetje bruin bent... Oh, Nien gaat trouwens de haar vlechten op haar vakantie. Dus we gaan box braids doen. Dus dat wordt echt leuk. On job! Mooi met die sokken ook zo. Alleen wat ik wel had gezegd, kunnen, oh, die touwtjes kunnen versteld worden. Het moet iets hoger. Nee. Celine, die sokken, I can't. Dat kan echt niet. Oké, kom zeg erbij. Dit vind ik echt een leuke jurk. Dit is trouwens, je draagt een XS. Ja. Love it. Een soort tie-dye-achtig groen met blauw. Hartstikke mooi. Lekker bruin worden. Wat geven je, wat voor cijfer geven jullie deze jurk? Dat is wat. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En zondag gaan we verder aan mijn kamer. Ja, dus zondag jongens. Gaan we verder met Celine's kamer. Dus kijk die vooral ook. Zo. Doei. Zolder. Doei.